Het is het park in Privéhan van Friesland. Dit Vinkleersterbosk bij Vogelsangstaten is in 1840 online tot de verneemde tuna Citec Roodbaard. De eigenaars wil het nou weer bij de tijd brengen. Het is echt geen vetpot. Uh, een landgoed uh, met zo'n grote bezit aan huizen uh, eist een enorm hoog bedrag aan onderhoudskosten. En eh, daar gaat wat er binnenkomt, eh, gaat ruim op aan het onderhoud van het gehele bezit. Dus rijk, daar moet je het niet over hebben. Zien architect zien wat er al hier gebeuren Matt? Een jeep in de bos, op een heuvel, ziet een gebouwtje dat wel beter tien kennen het. Er zit niet een dakje op, wat voor nijden we er maat. Het dus eerst wel dat de makelaar die er bovenop steekt, die materiaal. er al de vlinder binnen slecht, de held van Glaes is eruit. Ja, het is een. Uh, en het is natuurlijk bouwkundig vrij moeilijk, want je moet al alle, alle materialen we proberen om heug te krijgen. Daaronder is er nog zo'n nuvergebouwdje, de Kloosnerswente. Wente. Die het er al 200 jaar. Het is al je makker van materiaal wat hier in het bos komt. He. Het is eigenlijk een heel natuurlijk. Het is een natuurlijk element wat erin zit. He echt heel romantisch en is het maken, Maar ja, dat hout dat verrot het natuurlijk. En als je eerst het dak is, de kolommen die binnen de onderkant inrotten. Uh, ja, dat maakt wel een keer wat aan van En dat hield ik voor een ijskelder op het terrein. Onder de grond zit natuurlijk heel veel. Dus de grond die het erop leidt, moet vrijmakker worden. De, moet alle gewelven moeten maken worden, hersteld worden. Nou de is bij de doorwol dat, dat het metselwerk heel erg slecht is. De restauratie door het twaaier. Uh, het wordt weer mooier, het wordt weer uh, ja, duurzamer zou je tegenwoordig weer kunnen zeggen. Het blijft weer en het is voor de volgende generatie is het weer in orde.